Il leader di estrema destra Geert Wilders, vincitore delle elezioni politiche nei Paesi Bassi lo scorso 22 novembre, ha annunciato di aver trovato un accordo per la nascita di un nuovo governo. Maar het goede nieuws is dat we een onderhandelaarsakkoord hebben, dus wij gaan het nu allemaal aan onze fracties verdedigen in de hoop dat we al dan niet met amendementen er vandaag definitief uit gaan komen. L'intesa è stata trovata al termine di nuove consultazioni, visti i fallimenti dei tentativi di formare un esecutivo di estrema destra. We hebben een onderhandelingsakkoord en dat is hartstikke mooi. Heel mooi voor Nederland, dus ik feliciteer het land ook bij deze. Non si sa ancora chi sarà invece il nuovo primo ministro. Ik heb geen problemen met kandidaten, maar wij wachten gewoon even rustig af wanneer de heer Wilders daar mededeling over doet.